Deze week werd ook de selectie bekendgemaakt voor de Champions Trophy. Daar zat je niet bij, een van de zes meiden. Was jij verrast of zag je het een beetje aankomen? Ja, vind ik lastig, want je weet niet precies wat ze met de selectie bedoelt. Maar misschien ergens ook wel zien aankomen. Ik heb wel een goed toernooi gespeeld in Argentinië en in Singapore, een goede trainingsstage gehad. En ze wil natuurlijk nu ook gewoon even anderen zien en ik mag me bewijzen op de trainingen, dus dat ga ik doen. Ja, en vandaag? En vandaag ook inderdaad. En het ging wel lekker. Ja, heb je het gevoel dat de coach nu extra naar jullie kijkt, naar de spelers die niet meegaan naar Champions Trophy? Ik denk dat ze naar ons allemaal wel kijkt. Ik denk niet dat ze specifiek echt alleen maar naar ons kijkt. Ook gewoon in het team, het geheel. Ik denk niet dat we zoveel druk moeten voelen dat ze alleen naar ons kijkt. Ja, durf je te dromen van Rio of is dat nog te ver? Ja, ik droom er zeker over. En ik ga er alles aan doen om het te halen. Het is gewoon een doel wat ik een tijdje heb. En iedereen hier natuurlijk. Ja. Maar ik droom er zeker van, ja. Ja. Is het raar dat sommige teamgenoten van jou ook concurrenten zijn? Ja, dat is wel vreemd, maar het hoort erbij. Bij Den Bosch is dat ook al vanaf begin af aan. En je bent een team, maar ook wel weer concurrent van elkaar, want iedereen wil gewoon naar Rio. Dus af en toe wel vreemd. Ja, jullie gaan naar Londen, maar jullie spelen niet. Ja. Dat lijkt me ook raar, hè? Ja, ik denk dat mentaal ook best wel zwaar wordt, want je gaat gewoon iedere dag, neem ik aan, trainen. En je wil natuurlijk het liefst spelen. En wij gaan mooi de wedstrijden analyseren. Dus dat wordt wel even pittig, maar ook wel weer leuk. We gaan het gewoon heel gezellig hebben met z'n zessen. Dus we gaan er gewoon een mooi feestje van maken. Ja, het geluk is dat jullie de afgelopen paar weken en dan vrijdag nog de kans hebben om je in de kijker te spelen. Zie je dat zelf ook zo? Wel een beetje, want je speelt nu nog wedstrijden, dus je wil het graag laten zien nu. Maar de training is natuurlijk heel anders. Ja, heel anders. Maar ik denk dat het ook wel mooi is, want we krijgen bijna privé-training met z'n zessen. En we gaan hartstikke fit worden met z'n allen en we gaan heel veel bijleren. Dus dat is aan de andere kant ook heel mooi. Maar ja, je kan je minder laten zien, maar ja, wie weet. Ja. Ben je teleurgesteld als je niet naar Rio gaat? Ja, tuurlijk. Je bent altijd teleurgesteld, want het is je doel, het is je droom, je wil het graag halen. Maar aan de andere kant moet ik ook realistisch zijn. Ik ben 20 en ik zit er net bij en ik had een jaar geleden echt niet gedacht dat ik hier zou staan. Dus alles wat ik mee kan pikken is mooi meegenomen. Ja, als je zo dik bij bent, hè? Ja, dan wil je het gewoon halen. Tuurlijk, ik ben een topsporter en dan wil je gewoon het liefst mee.